Amstel heeft voor het eerst in 40 jaar weer een Ajax-bierblik op de markt gebracht. Wat natuurlijk leuk is dat we nu 40 jaar na het eerste clubblik weer een clubblikserie uitbrengen. Afgelopen seizoen is de kampioen AZ door ons natuurlijk geëerd met een kampioensblik. En dat was een enorm succes, dus we willen graag als aftrap van dit seizoen wederom met dit soort blikken komen. En daarom hebben we het ingezet. Ja, daar ben ik heel verbaasd over. Want ik had het al veel eerder verwacht. Want ik bedoel, we hebben het maar één keer gehad. En voor de rest hebben ze het er ook nooit meer gedaan. Misschien dat ze gedacht hebben van nou één keer en nooit meer. Maar ik heb het verleden jaar wel een keer gezegd bij jullie ook dat ze maar eens een keertje een blikje weer uit moesten brengen. Het lijkt me een succes. Ik weet het niet. Het is misschien een idee voor ze. Het is commercieel is denk ik wel interessant. Ze hebben toch naar me geluisterd. Dus nu doen ze het wel. Het blikje van 40 jaar geleden is natuurlijk wel een inspiratiebron geweest. We zien dat nu nog steeds effect is. Zelfs ja, in mijn jeugd, ben ik hier in Amsterdam opgegroeid, stond dat ook altijd op de plank bij mijn ouders. Dus dat is zeker onze inspiratie geweest. Het blikje van de jaren 70, dat doet meer. Dat heeft een compleet elftal erop. Alle spelers staan erop. Niet het logo van Ajax staat erop, dat valt me wel op. Wat wij hebben geprobeerd is natuurlijk om zoveel mogelijk van de clubsfeer erin te betrekken. Maar dat het ook natuurlijk nog een bierblikje blijft. Ik vind het er goed uitzien. Heel strak. Een beetje modern. Maar aan de andere kant. En toch ook een beetje kaal, een beetje kil. Ik had het toch wel een beetje meer aangekleed willen zien. Het ontwerp is eigenlijk gebaseerd op het shirt. Dat kan je ook zien dat we echt de baan van het shirt van Ajax hebben gebruikt. En daarop voortbordurend hebben we eigenlijk het hele design afgemaakt. Het Ajax bierblik is onder andere te vinden in de Albert Heijn en kost 89 cent voor een halve liter. In totaal zijn er meer dan 1 miljoen exemplaren gemaakt. Het meeste van het Amstel Ajax blik is te krijgen natuurlijk in de regio Amsterdam. Maar het is leuk om te merken dat ook heel veel supermarkten in de rest van Nederland geïnteresseerd zijn. Dus het zullen ze niet allemaal zijn, maar het is ook over het hele land te vinden. Ook in Rotterdam? Rotterdam is daar een uitzondering van. Daar hebben we bijzonder weinig bestellingen gekregen voor het Ajax blik. Waar gaat u dit blikje plaatsen in uw collectie? Ja, dat gaat bij mij bovenop tussen de bierglazen en de andere glazen. We hebben één voordeel, het kan niet roesten. Dat is wel een voordeel. En houdt u überhaupt wel van bier? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik gril ervan.